Eendracht in Stadsdeel Nieuw-West aan het randje van Amsterdam. Het is hier groen, er zijn sportvelden, voetbal, rugby. En er is iets aan de hand met die rugbyvelden. Helena, daar mailde jij ons over. Wat is er aan de hand? Nou, ik heb dat mailtje geschreven omdat er bij mij een vraag naar boven kwam. Een rugbyveld, daar komt een nieuwe tribune. En daar gaat dan Amsterdam een heleboel geld voor lenen. En dat moet in 40 jaar terugkomen. Ik vroeg me af, ten eerste waarom die lening, hoe die lening en waarom aan hun speciaal en niet aan een ander. Hij heeft ontzettend veel geld voor om iets heel moois te maken, ja, denk ik. Maar toch 2 miljoen. Hoe is dat voor elkaar gekregen? We krijgen hele mooie faciliteiten, maar we krijgen niet het geld. Nee, is dat een misverstand dat geweest? Een dat heeft natuurlijk in alle kranten gestaan. Ja. Het is, was een lange tijd al gepromoot om het park wat op te krikken. Wij hebben een topsportcentrum voor damesrugby. Dat is de top van de wereld, wat fulltime traint op het park. En daar zoek ik al langer naar wat uitbreiding van de sportpark. Waarom de rugby als sport zo ondersteunen? Nou ja, er spelen daarbij verschillende dingen een rol. Sowieso al verschillende partijen die geld geven. Hè. Dus het zijn allemaal punten van een grote taart. En bijvoorbeeld, wij geven zelf geld voor de velden. Hè? Een deel van dat geld, en dat is eigenlijk maar 1/10 van het hele bedrag, wordt uitgegeven aan de velden. Maar dat geven we sowieso uit aan de velden. Dat geven we uit eigenlijk aan alle velden in Nieuw-West. Om ervoor te zorgen dat ze bespeelbaar zijn. Zowel voor topteams, maar ook voor de breedte sport. Hè? Dus dat mensen hun kinderen naar voetbal, hockey of naar rugby kunnen sturen. Want u heeft geen wachtlijsten. Zoals in Stadsdeel Centrum bij de hockey of bij de voetbal? Nee, allerminst. We krijgen zelfs heel veel teams juist van buiten Nieuw-West. Bijvoorbeeld hockeyteams die in Nieuw-West spelen. Ik geloof ook het Zuid. Omdat ze daar veel meer velden tot hun beschikking hebben. Zegt Helena ook in het filmpje. Zegt, ja, ik gun het. Ik gun het de rugbybond heel van harte. Hè? Maar hoeveel mensen spelen er nou rugby? Hè? Er zijn twee verenigingen op het sportcomplex, de Eendracht. U bent natuurlijk de Nederlandse rugbybond, dus dat is een ander verhaal. Je hebt de studentenvereniging en de Amsterdamse vereniging. Ja, in totaal geloof ik 230 leden. Het is natuurlijk wel een heel groot bedrag voor een relatief hele kleine sport in Amsterdam. Nou goed, maar het belangrijkste is dat Sportpark de Eendracht, dat die mooie sportfaciliteit heeft in zijn algemeenheid. Dat betekent gewoon dat je verschillende sporten ook gewoon kunt faciliteren, niet alleen rugby. En ja goed, uiteindelijk gaat het daarom. En dit is dan één van de sporten waar we het over hebben. De tribune die moet er staan voordat het toernooi volgend jaar in mei start. Okay. Het kunstgrasveld? Het kunstgrasveld ligt er dan, ja. Het gebouw nog niet, komt het jaar later aan bod. Dus we kunnen in mei volgend jaar een mooi tribune, kunstgrasveld daar een spektakel krijgen. Absoluut.